Welkom terug bij Forza Horizon 5. En vandaag gaan we weer een nieuwe poging doen in de Battle Royale mode, oftewel Eliminator. En de laatste keer hadden wij gewonnen. Heb je die video niet gezien, zal ik hem linken in de beschrijving. Dus we gaan kijken of we vandaag weer kunnen winnen. En ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. Let's go! Dit is waarschijnlijk niet de beste plek om te starten. De reden is, het is super onoverzichtelijk. Het ziet er waanzinnig uit en we hebben gelijk onze eerste drop, wat level 4 is. Dus dat is heerlijk. Maar hier staan een hoop wegen waar je waarschijnlijk vast kan komen zitten. Ik durf het vrijwel te garanderen. Want ik ben telkens ook de weg kwijt. Er rijdt iemand links van mij die ik eigenlijk gelijk wil uitdagen. Dus dat gaan we ook doen. Onze laatste... Rijdt hij weer de andere kant op? De laatste keer toen hadden we niet heel veel mensen uitgeschakeld. Hello, brother! Waar gaan we heen? Naar links? Ik volg hem gewoon. Ik wil niet hebben dat ik nou verkeerd draai. Ja, kijk, hij is best wel snel. Ik volg jou. Ah! Doe die restarten! Oh, hij is... Hij is geliefd! Oké, nou, dat is makkelijk. Ik volg hem wel. Ik denk, misschien weet hij de weg. Maar blijkbaar niet. En hij gaf gelijk op. Instant. Oké, weet je wel, dit wordt hem niet. Hij had dat makkelijk kunnen winnen. Maar ja, zoals je kan zien, deze stad is super onoverzichtelijk. Hoe vet het er ook uitziet. Ik weet niet hoe ik hier moet rijden. Hey, hier hebben we weer een Audi. We hebben nou een mooie off-road auto. We gaan lekker weer een beetje off... Oh! Nice. We gaan weer een beetje off-road banjeren. Is misschien wel beter voor een auto als dit. Ja, die stad nogmaals, hoe vet ik hem ook vind, ik denk dat ik hem grotendeels ga vermijden. Want je zit gewoon heel dat vast. Je voelt je ook gewoon opgesloten. Oh! Is dit een ander stadion? Ik kan me herinneren dat onze eerste match... Oh, zit iemand binnen. Lol. Onze eerste match, waar wij begonnen in een stadion... dat zal dit stadion wel zijn geweest. Hello, sir! Ja, een golf. Dat is een focus. Kom hier, voetballen. Er zijn geen goals, zie ik trouwens. Waarom zijn er geen goals? Ik wil het niet lastig doen, maar ik kan deze focus niet bijhouden. Volgens mij was de focus. Ik kon het moeilijk zien. Het was blauw. Lichtblauw. Het is echt een focuskleurtje. Maar ik kan hem niet bijhouden. Er is er iemand anders. Gaan we er gewoon voor... Zeg maar gewoon, I don't give a shit. Oh, no. Toeterdalse ballen. Er zijn hier 3. Jezus. We gaan van links naar rechts. Dat doen we niet, want deze wordt opgepakt. We gaan van midden naar rechts. En dit is garbage. En dit is... Garbage. Er rijden hier 2 mensen. Uit de Porsche, hallo. Jij bent een hoger level, maar ik vind het allemaal prima, jongen. We gaan mee heen. Nee! Ah! Dankjewel voor dat hulpje. Dat had ik echt letterlijk nodig. Ah! No! I fucked myself! No! Wacht. Volgens mij was dat effectief. Ja, ik heb mezelf ook gedeeltelijk genaaid. Maar hij vloog ook van de baan. Hij zal sowieso sneller zijn. Zou je zeggen? Dat valt eigenlijk wel mee. 1 kilometer is wel lang. Ik weet niet of hij genoeg tijd heeft om in te... Nou, trouwens, hoe zeg ik nou? Het is lang. Hij gaat offroaden. Veel plezier ermee. Dat gaat niet werken, vriend. Oh, dat was een scummy actie van mij. I know. But I don't care. Hey, survival of the fittest. En als je niet fit bent, dan moet je cheaten. En dat is wat ik deed. Dus we hebben Shreddy in een shredder gestopt. En... Aerial Nomad vind ik een beetje garbage. Maar dat kan wel reinig zijn. Die Porsche hebben we al eerder gehad. Een focusje. Ja, dit... Oh, ik heb nou al spijt. Ik heb nou al spijt. Kijk hoe dit ding slipt. Kijk hoe dit ding slipt, gek. Oh, no. Er komt iemand achter mij aan. Ik weet niet wat hij heeft. Ik vertrouw deze auto van gekant. Ik ga hier gehyped mee wegslippen. I'm ready, boy. Hij geeft aan dat we terug moeten rijden, maar dat is bullshit. Fake news.
We gaan recht vooruit. En ik zou sneller moeten zijn. Gezien het feit dat ik 2 levels hoger ben. Maar we hebben gemerkt in het verleden dat dat soms helemaal niks betekent. En deze auto is waarschijnlijk best wel prima als je inderdaad gewoon vooruit kan rijden. Maar je moet niet te veel sturen, want dan slipt hij alle kanten op. Ik mag dit niet falen! Zo close! Nee, dit faal ik niet meer. Oh, ik val dit wel. No! Ik kan hier niet erheen! Oh mijn god, hij landt letterlijk op zijn fucking banden! Nog geen seconde nadat ik het zei. Nog geen seconde nadat ik het zei. Nummer 13! Hij landde letterlijk op zijn banden. Hij deed een flip. Landt op zijn banden en rijdt door naar de finish. Die deed pijn. Die deed pijn. Ik kan een rematch. Hier gaan we dan weer. Ik heb weer een random plek uitgekozen. Ik heb geen idee waar ik precies ben. Maar onze rematch. Dat van net was nog steeds flauw. Je kan niet zeggen dat het niet zo is. Dat was flauw. Had niet hoeven gebeuren. Had niet mogen gebeuren. Nog veel erger. Ja, hier is ook niks. Ik moet ook weg hier. De safe zone is letterlijk de andere kant op. Ik heb hier volgens mij wat rook gevonden. Deze kant op. Ik zag een klein pluimpie. Heb ik gelijk? I don't know. Ik zie wel een tunnel. Ik weet niet of ik daar blij mee ben. Oh, is het dam? Het is niet een tunnel. Yes! Ik heb het goed gezien. Wait, wat? Wat is dit voor plek? Waarom staat daar een kerk? In the middle of nowhere. Waar is de kerk? I don't know. Maar we hebben hier niet voor rook gevonden. Nou, eens even pakken. We moeten gelijk doorrijden ook. Want we zijn volgens mij best wel ver van die safe zone. En dit is een level... Oh, shit! What? Yo! Oké, dit is wel dope, gek. Dit is next level. Oké, nou, onze eerste level 7 auto is gelijk een flinke... Ik zie hierboven nog wat rook. Ik denk niet dat het zinvol is om daar überhaupt heen te rijden. Want het kan nooit echt hoger zijn dan dit. Nee, geen kans, jongen. Geen kans. Maar dit is een aangename verrassing. Dit is om wat net is gebeurd weer goed te maken. Die koprol. Weet je wat, ik vind het helemaal prima. Ik zie het door de vingers. Al weet ik niet in hoeverre deze auto echt nuttig is voor offroad en zo. Want dat lijkt me ook niet echt heel handig. Auw. Hoe kan het zijn dat er nog maar 24 mensen zijn en ik heb nog niet 1 persoon kunnen zien? Oh, over het hockey. Ik heb letterlijk nog niemand gezien. Oh, letterlijk nou eentje. Wauw, wat was de timing. Dit is de eerste persoon die ik tot nu toe heb kunnen vinden. In deze hele match. En als ik nou gelijk afga, dan ga ik huilen. Maar moet ik wederom zeggen, ik vertrouw deze auto niet. En dat komt waarschijnlijk ook omdat ik tractiecontrole niet heb aangezet. En dat had ik eerst al aanstaan bij Battle Royale. Ben ik nou vergeten. Dat is best wel belangrijk. Vooral omdat je heel veel off-road rijdt. En anders dan slip je auto dat het weg. En welk level ben jij? Kan ik het zien? Want zoals je nou kan zien, ik slip ook helemaal weg. Kom hier jij! Hoor hem! Turn around, zei hij. Nee, god. Oké, hij loog. Ik rem af omdat hij zegt turn around. Is het gewoon voor mij? Als ik van hem ga verliezen... Dan, dan word ik gek. Het is 2 per 2 kilometer. Dat is niet bijzonder veel om in te lopen, though. Al ga ik hem nou voorbij, denk ik. Yes! Door het water! Wat is dit nou nek aan nek? Dude, ik zeg je eerlijk, die Hyundai van hem is niet slecht. Ik zeg het je, jongen. Dat is een hele goede level 3 auto. Alleen, nou kid, vergeet. Nou. Vorige match zei ik dat ook. We hebben gezien hoe dat afliep. Maar, ja, je moet niet meer luisteren naar die TomTom. Die TomTom liegt gewoon. Dat is gewoon niet eerlijk. You have beaten blablabla. Wat gaat het wezen? De MG Metro? Snel, een kabel erin... Pluggen. Ik heb bijna geen audio meer. Hij valt tot weg.
Dit is een raar level 8 auto. Maar ik denk wel een hele fijne. Van die kleine race monstertjes. Heerlijk. Oké. Waar gaan we nou heen? Turn around. Nou klopt het wel. Ja, dit ding voelt echt alsof je heel erg in control bent. Een klein karretje. Snel. Waarschijnlijk goed voor offroad. Oh, wait, hij heeft maar 5 versnellingen. Oh, no. Oké, dit is letterlijk mijn maximale snelheid. Waarom is dit level 8? Dit is mijn maximale snelheid van mijn auto. Uh-oh. Ik ben een beetje bang dat ik hier ergens... Crash! Dit is een hele rare auto van level 8. Hij capt op 200 km per uur. Waarom? Waarom? Dat is belachelijk. Ja, maar level 5. Dat is echt heel raar. Volgens mij is daar iets fout gegaan met die auto. Dat kan toch geen level 8 zijn? Waarom is dat level 8? Dat is een waardeloze. Dit is trouwens wel echt een fantastische plek. Kijk dan. Dit ziet er zo... Oh, hallo. Blop, blop. Dit ziet er zo tropische gezelligheid. 2,1 kilometer. Ga weg met je... Oeh, dat is gedwijnen. Een hoop bomen hier. Een hele hoop. Ik denk dat ik hier gewoon rustig erheen moet gaan. Dude, ik ging er langs. Ik raakte letterlijk een uitstekende wortel. Oh. Die wortels zijn het engste. Die zie je niet. Die zitten allemaal zo laag. Dan denk je dat je langs de boom gaat en dan raak je hem alsnog. Daar is het. Dat maakt dus level 10. Oho. De laatste keer hadden wij zo'n rare buggy. Toen we level 10 werden. Kijken wat we nou gaan krijgen. Hopelijk is het iets anders, iets nieuws. En Yahtzee! Waiting for results. Dit is. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. RS200. Ik ben tevreden. Ik ben volledig tevreden. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik de match win. Ik kan nog steeds falen. Elke boom kan ik nog steeds raken. Dat verandert helemaal niks. Maar dit is wel een hele fijne auto. Ja, ik weet niet wat de rest is. Waarschijnlijk zit er ook wel weer een Bugatti tussen. Die zijn ook nog steeds fantastisch. Maar dit soort dingen, dat... is wel lekker. Ik rij even deze kant op. Even kijken waar de rand van de zone is. Als mensen mij willen volgen, mogen ze dat doen. I don't care. Ik wil gewoon even een beetje een idee hebben waar ik zo meteen heen moet. En ik zie dat er ook nog maar 10 mensen over zijn. En dat is ook niet heel veel. Oh! Niks aan de hand! Ik word nog steeds gevolgd. Weet je, dat is helemaal prima. Dan draai ik hem hier om. Oh, ze dagen elkaar uit. No! Dit was zo mooi geweest. Als hij mij tegemoet reed, hij moet die kant op. Ah, dan had ik sowieso gewonnen. Nou ja. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren voor die eindrace. Ik wil er niet aan stilstaan. Ik rij wel gewoon een beetje rond. Maar ik moet wel een beetje deze kant aanhouden. Oh, dit is dan ook de eindcirkel. Waarschijnlijk is dat een goede plek om daar ook te gaan staan. Wanneer die eindrace start. Het zal niet heel lang meer duren, denk ik. Dan rijdt iemand mij tegemoet. Arena shrinking. I don't care. I don't care. Waarschijnlijk was dat fout. Hij was level 10. I don't know. Oh, dat is een fout. Oh mijn god. Oh mijn god. No, no! Hij is respawn! Respawn! Oh mijn god, I fucked up. I fucked up real bad. Oh mijn god. Oh mijn god, hij choked. Ik heb zojuist een win weggegooid. Nee, ik kan geen comeback meer maken. Oh mijn god, ik ben zo hard gesaved! Holy shit! Oh mijn god, ik ben zo hard gesaved. Ik had dit verloren. En dit was wederom lullig. Ik denk, oké, ik moet die weg volgen. Maar die weg, die boog helemaal af naar rechts. Dus ik reed helemaal om. En toen crashte ik nog ook. Dat hielp ook niet. Zo, hé. Dat was insane. Dat was insane. Daar had ik af moeten gaan. Dit was niet nodig. Dit had ik niet hoeven overleven. En we rijden gelijk als eerste er vandoor. Ik weet niet waarom ze allemaal daar staan.
Zien het duidelijk was dat we deze kant op moesten. Dus wij rijden rustig door. Als ik dit win, dan zeg ik eerlijk, deze verdien ik niet. Ik had eraf moeten gaan. Was gewoon een domme, onnodige fout. Ik had niet in de gaten die level 10 was in eerste instantie. Ik dacht level 5 was. Want het leek zo'n level 5 buggy. Maar kijk trouwens hoe snel dit ding is. Oh mijn god, hij is te snel. Oh. Oh mijn god, dit ding is fantastisch. Dit ding is godlike. Oh, ik kan nog steeds niet geloven wat er net gebeurd is. Dat was ongekend, jongen. Het scheelt ook zo weinig. En hier is finish. Er is niemand te bekennen. In de verste verte niemand te bekennen. Daar is onze win. Dat was hem. Easy as that. Ik weet niet hoeveel mensen we hebben uitgeschakeld. Volgens mij best wel weinig. In het begin kwamen we niemand tegen. En we waren ook maar 37 drivers. Maar, I don't care. We hebben weer een win. We zijn inmiddels waarschijnlijk level 19, denk ik, dat we nou worden. Yup. 19,5 gok ik. Nee, 20. Dat blijkt wel. Als je wel level is dit misschien wel de beste manier. Krijg je nog een wielspinnetje. En dat was hem dan weer. Ik zeg je eerlijk. Deze video was echt een rollercoaster, jongen. De eerste race genaaid worden. De tweede race knijterhard falen. Dan alsnog geluk hebben. En de sessie winnen. I mean, hey, als dat geen like verdient, dan weet ik het ook niet meer. Dus ik ga je de video beëindigen. Vond je het leuk? Drop een likeie. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie snel weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan. En houdoe.